Yo, Siep, uw eerste podcast. Ah, Steven, jongen, ja. De eerste podcast, wat leuk. Podcast, dat, sowieso, podcast. Ja, podcast, hè, met een K. een K. Ja, dat is natuurlijk maar hier die een podcast meidje kent. Ja. Of het waar, dat ben wij. Dat ben wij. Dominique Verleen met de kast. En hoe zullen we het nemen? Deze uitzending? Ja? Deze podcast? Deze nou, podcast? Volgens mij is het heel simpel. Of je, ik zeg, ze krijgt even met Dijn en Boeten. En het is de eerste echte winterse dij in jaren dat het sneeuw leidt en dat het best vriest. En koorts. En dat de Elfstedenkoorts in alle hevigheid ja, wat zou dit ook, Rick? Wat zou dit ook, Rick? Ja, nee, we hebben een appgroep, Elfstedenrijders ziet dat. En er zitten een aantal mensen die helemaal gek binnen van de Elfstedentocht. Van Alversteentocht, waaronder mijn broer Jacob. Ja, natuurlijk. Tom van der Heijden. Ja. Joop Atsma. Ja. De wielrenner. Oh, die moet net maaskaas, toch? Hij krijgt corona gewoon. Dus oh ja, joh. Hij zei, ik volg jullie wel, zei hij. Hey, en Henk Aggenent, de laatste winnaar. Ja, die mooi voorop. Die mij voorop. Want die had wel heel... Die had wel riedekend in deze coronatijd. Want Den Haag, wie dus gewoon iepen. Ja. Terwijl dat hier in Friesland de Elfsteden haal en Tialf, die moesten dicht. Of Tialf, daar zitten al de profs in, zeg maar. En Elfsteden haal, die moest echt dicht. Mijn broer had skaatskwallen, maar die kon daar net trainen. Nee. Wij konden echt trainen. Dus ik ga eigenlijk voor het eerst in 40 jaar helemaal net rieten deze winter. Normaal zit ik altijd op de keuzesbaan. Ja. Maar, nog net? Hij is helemaal nee, net... Nee, ik ga twee keer erop staan. Ah, dan kun je hartstikke goed rieden. Kan je wel rieden, maar ja, een beetje, kom op. Maar in ieder geval, wij gaan... We hebben al aanpraat. Sneun hebben we aanpraat van... Nou sneun. De Alversteden toch. Wat voor datum hebben we dan? Dan ben we de 14 februari. 14 februari. Oké, dan denk ik nou af. En ik hoop dat in ieder geval dat ze naar zouden denken. Hey, en hoe is Henk eronder? Want al die Alversteden toch, die gaat nou sowieso net terug. Maar ik denk dat de komende weken de best wel een hele protte... druk op het Elfstedencomité komt van jongens, maar dan had net kind zat mat, dan mat maar zat kind, we moeten gewoon rieden. Nou, ik vind zo zeker. Toch, er moet toch iets gebeuren? Ik vind sowieso dat de wedstrijdrieders, de jongens die er zijn kuit vertraind hebben, ik ken een hele soort van die jongens. De eerste, de beste 200 marathonrieders van Nederland, die moeten gewoon die wedstrijdrieden. En want kerst net meisje dat al die voetballers gewoon voetballen kennen. Dat de handballers handballen. Dat die hockey is gewoon hockey. En die rieders die de kuit vertrainen. Dat één keer in de 24 jaar de kans om zijn toch te rieden. Ja. Dat het dan een trog in kan. Dus ik vind dat echt absoluut. Dat het maar wat zei Wiebe, even een advocaat van de duivel. Wiebe die zei, Wiebe Wieling die zei van ja, nee. Maar een Elfstedentocht is in Elfstedentocht. Dat de toerrieders net mooi dwaan maaien. En had er geen publiek aan de kans te maar de toerrieders ken ik. Ik ben ook lid. Dus wij zijn al hier in shape. En we zijn geen risicogroep, dus laat u zeggen gewoon rieden. En desnoods eerst nog even een test ervoor, die ervoor. En dan gewoon rieden met die hap. Kom op even. Ja. We hebben ook nog misschien al een slachtoffer geweest van deze coronacrisis. Ja, gewoon... de mensen die niks te lijden hebben. Gewoon rieden. Kan ik alles aan wat ik nooit moet.
elke held in dit land die overdag door huis op een sloop gaat het bloed snel stromen en worden dromen waar. En zo snel als ik kan vlieg ik als een gek naar het ijs toe, want ja, leven ja. De als slaaf. Nou, toch? Nou, als het ergens van toepassing is... Dan ben je slaaf van Rutte. Als het ergens van toepassing is, is het... nou ja, van Rutte. Rutte die lult ook maar gewoon mij natuurlijk. Dus gewoon bij mij zit waar ik een beetje bang. Dat is juist nou Juwetek. Mij de squalm. Het is nou, nou manje. En mijn ben, die kon... En die ben ik, die kon juist voor eerst van de squallen. Ja. En dan juist de jongen krijgt een telefoon te kort en trof van wegen waar. Ja. Wij hebben het hier hoor. Ja. Een beetje snie en een beetje belachelijk, wien. Ja. Ja. Jongen, ja, jongen. Ja, ik ga Nico zeggen dat ik de layout halen. Ik zeg Nico ook, maar ik riep weer 120. Dat riep ik altijd te hut. Maar ik zei nou zelfs, met deze snie. Dus we hebben het hoor. Nee, maar het is toch... Mensen worden bang worden. Ja, angst. Angst regeert. Ja. En angst is een slechte raadgever. Ja, waardeloos. En ik begreep er helemaal niks van het hele waarnet probleem net. Want als die in Scandinavië beesten of weet ik veel wat. Ik bedoel, daar hebben ze toch ik trein rieden en daar hebben ze toch ik gaan ze toch ik naar squallen. Jongen, wat, ik zei wat is dit? Wat is dit? En jij geliep de codes die vleeren nu zo en alles loopt plat. Wij zijn even we praten ze kreeg onderwijs heen, want we zijn in de race voor een mooie reclamespot met mijn noemen van de kast, van noemen Welkom Thuis. Oh. En u belde even mij de jongen die dat bij onze uitgever Roland de Vriese What's in the name? Bij ons uitgever van Strenghold dat mee bezig is. En hij zei, oh, hoe is het daar bij jullie code rood? En ik zei, het is op dit moment code roze. Ik zei, we zitten hier heel te genieten in de auto. Dus, hij zei, mijn. Er is helemaal niks aan de hand, hoor. Ik zei, een prachtig filmpje voorbij komen van een, hier wordt een Russische nieuwszender. Misschien is het in wat zetten, maar dan heb ik, en dan, ondertitel van in Nederland hebben ze code geel afgekondigd en dan liet ze wat beelden zien van Nederland. Nou, de hele studio leidt in een slappe lach. Dat is natuurlijk heel wat oorzwet. Ja, natuurlijk. Rusland. Maar angst, hè? Dat is wel een ding, hè? Vies net? Angst. Iedereen, nou ik in deze coronatier, dat zijn alles angst, ja, hè? Angst, hè? Ja, maar dan moest je enorm wapen je om dat net. Want wat meer mensen altijd mee inpraten, wat meer als ik geneigd ben om te denken, oh, we zullen ze misschien toch wel gaan. Ik vanaf het eerste moment van corona heb ik er gewoon echt helemaal net mee bezig geweest eigenlijk. Het helemaal net een ding voor mij geweest. En toch, om een gegeven moment, oh ja, dan moeten we dan toch maar voorzichtig zijn, want het is toch wel tricky. Maar nu we er langer in zitten, ja, ik zie het van... Maar hoe ben je er dan onder? Nou, ik ben er nou zo onder van, ik heb het zelf ook gewoon, een paar maandelijn. Ja. Ik heb er totaal net last van gewoon, wat voor manier ik maar. Maar geen klachten, maar ik heb wel best die wel behoorlijk pittig ziek best haar. Maar ja, ik heb een paar meisjes die gewoon er dan overleden binnen. Oké, dus dat denk je er wel even oorzoor. Nee, dat denkt dan iedereen, maar dat is net zo.
Nee. Nou ja, ik ken ook Montpeer die dat haalt. Dit is natuurlijk wel erg. Nee, dat vind ik verschrikkelijk. En voor de familie en dat die zelf hoe komt hè, in een nice om jou is het verschrikkelijk. Dat is, ik wil het helemaal net bagatelliseren. Maar het, ik heb wel zoiets iets van, we moeten gewoon terug in een mooi leven. Of zo. We moeten wel leven blijven. En het leven zit vol risico's. En het is correct of mooi wij helemaal net meer. Moeten we overal maar grip op hebben. Maar misschien is wel de lol van het leven, ik wil heel erg om los te litten of zo. Ah, dat is sowieso. Ik bedoel, ja, dat is sowieso heel belangrijk om het gaan te litten. En dat te omarmen, dat de kist net door voor verzekeren en dan maar deer. Dat soort dingen. Nee, nee dan maar deer als slaaf. Nee, maar dit komt uit, dat is eigenlijk ook wel hetzelfde. We schrijven ook hier, leven deer als slaaf. Is echt van net slaaf worden van een angst. Nee. Dan kerst leven blowen. En nadat hij weer komt, is het natuurlijk wel verschrikkelijk. Nou, dat zou je hebben. Mijn heid is bijvoorbeeld kreeg voor de corona die het overleden. On dementie. Ja. Dat is echt iets. Ja, dat is juist een nek omkomen. En dat is ik. Maar ja, dat gebeurt. Die hebt erbij. Het kerst net zin horen. Het is voor jonge mensen heel erg hard dat het gebeurt. Maar op een gegeven moment dat je een bepaalde leeftijd hebt, ja, dan zit dat erin. Het is gewoon accepteren van dat we net overal grip op hebben of zo. Zoek iets. Ja. Toch? We willen zo ons eigen leven zo regisseren, liek het het wel. Maar soms is het net regisseren. Met het dik loslitten en dat is misschien juist ik wil de fun. Ja, regisseer je dat in leven? Nou, ik zie het nou wel heel makkelijk. Maar aan de andere kant merk ik wel dat het gewoon wel. Nou, depressief ben ik net of zo, denk ik. Maar ik vind wel, ik heb wel zo'n iets steeds vaker, merk ik, de laatste 10 maanden. Van, ach, hem zal ik het wel. Het is allemaal nou zoveel gedoe. En het is, dus het helpt gewoon energie fut of zo. Snap je dat? Dat ik net meer die drive, dat die drive om. We hebben een paar weken geleden een normaal gesprek gewoon. Of een gesprek gewoon. Normaal, wat is normaal? Nee, maar zie ik ook wel een beetje in die vrouw. Waar ben ik dan mee bezig? Ja, wat is normaal? Ja, een nieuwe normale gesprek hier. Ik denk, waar ben ik mee bezig? Misschien maak ik het al hier roos warm en zo. Maar als gewoon simpel wij gewoon wat dingen van kiest. Bijvoorbeeld de theaterkastat, dan zou jou de energie. En ik ben dan met Nico, ben ik nou bezig om het materiaal van Ek van Oren, jongens van de kast te verzamelen, om een nieuwe kastplaat te maken. Ik merk wel van, dat jou gewoon, het simpele idee van wie meid ze gewoon weer een plaat en wie gewoon een creatief proces zien, jou een hele soort energie. Ja. En dat werkt heel goed in depressiviteit. Dus ik zeg altijd van, bij twijfel doen. Dus gewoon gas aan. Ja. En dan komt ze wel weer ergens. En dan stoot ik wel eens, stom zie de kop ook wel eens even. Maar dan komt ze wel weer een stukje. Maar het misschien ik gewoon levensgeluk. Het gewoon misschien ik wel te meisje, maar dat ik elke dag maar geconfronteerd was. Wist wel van wat net kind en wat net mij en dit net en zus net en zo. En op een gegeven moment is het helpt de rector of zo op een beetje uit. Terwijl ik zelf denk dat ik was normaal gesproken best wel positief ben. Maar, en dat ik wel lang volhoud of zo. Maar ik heb wel, misschien is het ook wel leeftijd. Ik weet het net. Maar dan is het denk ik, gadverdamme, het sammelt. Nou, dan hoeft het voor mij niet meer. Ja, maar ik denk omdat zo, ik natuurlijk een aantal dingen mij maken haast. Mijn opnames en zo, dat is echt vanwege de corona dat roet in het eten gooide. En dan weer de het al eens een zwier. Met zijn moeder los van. Ja, kel het zo zwier. Het is al eens een moeizaam. Het is al eens en al een mitsen en maren. En, het gaat eigenlijk gewoon helemaal nergens hoor. Die ene winkel wollen je hem door net omdat je hondenbrakken verkeerd bij die mij. Dan wollen je hem. En die verkeerd dan echt al je gereedschappen. Ik weet het toevallig van een mooi. En die oren winkels die zijn al niet dicht. Het is willekeur. Willekeur. Ja. Krijg ze met dat. Maar dan wil ik soms word ik er lebig van, opstandig van. En de hele politiek en die vertrouw ik voor geen meter. En die vertrouwde ik al net, maar nou helemaal niet meer. Dus lulde ik alle kanten op. Nee, dat vind ik ook iets. Wust wel cynisch van of zo, toch? Ja, politici. Ja, moest no? Dat worden? Nee, nou ja, soms heb ik gewoon het gevoel van ja, maar ik zorg het oors. Dus dat moest jij er letten. Vrijheid, minder regels. Jongens, eigen verantwoordelijkheid. Iedereen verskuilt zich achter hun oor. Liek het wel, telkens, steeds meer.
Zo van alle wiezen naar dit en dan ik ja, naar de overheid. En dan ben ik het dus ik net meer. Is iedereen met gewoon zijn eigen verantwoordelijkheid pakken? Ja, zoiets. Je wordt de wolf van deze hier heel anarchistisch van. Je wordt echt... Je vecht voor je vrijheid. En dat is ooit al sterk aanwezig, maar het wordt nu alleen nog maar sterker. Dat mensen gewoon voor hun eigen hachje de boel opknappen willen. Uit fatsoen ben ik... Gaan we net rebelleren, maar... Nou precies, er zit nog een soort rem op ja. Van dat je dat net... Maar er zijn wel van die momenten dat ik denk van nou en nou... Ja, maar we doen het toch nog maar net. Nee. Ik denk dat het mij 90% van de bevolking zo is. Ja, dat zij denk heeft natuurlijk volgers en dat is ik gewoon bekend. Er heeft gewoon een hele soort mensen die gewoon een hele mooie jeugd gewoon hebben. En die gewoon alles door volgens het boekje. En die niks zien kan binnen, net skyend binnen of weet ik veel wat. Die in het zingaas gewoon hebben en in harmonieuze gezinnen opgroeid binnen. En die ben heel volzaam. Maar dan ben ik meestal zoals u, die net zo volzaam werden. Die hebben ook een wat mindere jeugd gewoon hebben misschien. Nou ja, ik heb net een slechte jeugd hoor. Nee, maar toch oors in het leven staan. Ja, maar het had ik te maken gewoon dat we zijn eigen, hoe neemt dat, dingetjes willen doppen. Wat doppen we dan? Ik weet boontjes, het. Boontjes, hè? Boontjes. Biensjes. Ik wist het net meer. Maar dat is het ik. Ik denk van gewoon eigen verantwoordelijkheid dragen. Meestal kan ik meer eigen verantwoordelijkheid jaan. En dat zal al ik net, daar irriteer ik me ik skeel aan. Dat weet niet gewoon dat het... Dat de regels heilig verklaard worden, Siep. Dat ja. Vind ik dus... Het is correct of binnen de regels... Die bepalen dan, zeg maar... Van wat wol en wat net... Wat goed ja, is en wat slecht is. Maar die regels, denken. Die binden er toch alleen maar voor... Dat het net in een grote chaos wordt. Maar die regels, die kist altijd interpreteren... Naar de situatie... Precies. Dus ja. De regels binnen het leidend... De situatie is leidend. En moet ik altijd een gesprek wijzen dat er een regel overtreden wordt. Waarom wordt die regel overtreden? Oké. Er zit een redelijk verhaal achter waarom dat gebeurt. Oké, nou dan... Worden de vaccins futgooid. Omdat het steeds maar omdat het formulier wat ze invullen moeten. Weet ik veel bij de GGD of bij de zorg. Dat ze net al een RFV'tje krijgen kunnen. En dan worden de vaccins die worden gewoon in de prullenbak gooid. Omdat ze net overal een veetje achter zetten kunnen. Omdat ze, weet ik volle, omdat ze dan net genoeg demente bejaarden hebben die ze dan nodig prikje aan kunnen. En doos is, weet ik volle, doop is dan krijg net dement en dan krijg je ook net een prik omdat ze net in die goede volgorde zit. Dat is toch... En dat ja, komt omdat die regels opstelt binnen. Zou dat echt gebeuren? Ik denk dat... Ik geloof het al. Een hele soort verzorgingshuis binnen werd het juist wel gebeurd. Nou, dan stek ik die neudel wel in de buurvrouw. Maar dat is toch... Dat iedereen gewoon nog bij zichzelf dan gewoon ik even nightingt van... Ja, maar gewoon die vaccins moeten gebruikt worden. Zo volle mogelijk. Prik, prik, prik. 24/7, ja, toch? Tuurlijk. Zeker. Dat is de enige manier om... Want daar gaat het om. Druk op de ziekenhuizen en op de IC's. En dat topje van die mensen die dus heel kwetsbaar binnen, die maar gevaccineerd worden. Dus druk het eerst allemaal mogelijk in. Dan wij nemen het risico op. Maar er binnen dus is het correct al. Meestal volgzaam. Dus een grote groep die is volgzaam. Die doet dan toch maar gewoon ja. Van... Ja, maar dit... Ja, nee, dat kan net. Ja. Nee, dit binnen regels. Ja, nee, je moet wel horen. Nee, er zit één vinkje en die is net oké. Okay. Nee. Nou ja, nee, dan kunnen we daar net injecteren. Dan kunnen we daar net vaccineren. Nou, dat het een maatje volgens mij gewoon maar... Regels, regels, regels. Iedereen maakt het dat heilig. Nou, vind ik net goed. Daar zoek ik wel een politieke partij voor oprichten. Ik moet er net aan denken. Maar dat is wel waarvan ik denk van... Ja, waarom jij dat net weer om in de politiek of zo? Ja, maar ik vind het zo'n onzin van dat ze dan zeggen van... Ja, we zijn volksvertegenwoordigers en we doen het voor de medemens. Nee, ik ben al je grote... Ego's en mensen die zichzelf heel erg belangrijk vinden. En, Hoe zit het met die ego eigenlijk? Nou, dat is soms heel grut. En soms, ja, is dat zo? Ja, soms wel. En soms denk ik van ja, het is helemaal niks. Het hele ego is er net meer. Het ego, vanuit ego... Wel een soort keuzes maken. Of ego, maar geldingsdrang of zo. Als Friese jongen iets bereiken willen. Gebeurt het vanuit het ego. Of ik hou ook het gevoel dat het voor de hele Friesland is of zo. Maar ja, dat is natuurlijk ook apart.
Maar dat het dat dat een soort voorloper ben, of voorloper, maar een voorvechter van alles wat van alles wat hier zo mooi is. Dat je denkt, nou, dat was een ambassadeur wezen voor Friesland, zoiets. Ja, ambassadeur, maar in ieder geval, ik had een enorme drang om dat de wereld te vertellen, wat er zo mooi is. Maar stelst die zelf steeds maar dan daaronder? Onder het algemene belang of zo? Het gevoel had ik wel, maar misschien, ook, ja, misschien is het ook wel gewoon een smoes, hè? Dat zou ik wel kennen. Dat ben ik eigenlijk nog niet achter. Maar het veroor het misschien ik. Ego, het is misschien wel, steeds het is minder wel belangrijk. Minder, want ik hier bijvoorbeeld, we komen even weer aan op de winter. Ik heb Perilien, heb ik een vestjes kreund die het heel Nederland schaatst. Ik dacht, ze krijgt een auto nou gewoon. Want toen hier, die kan ik hier, dus zou hoor. Over die Alversterren tocht. Dat van een normaal sprutsen. Wie ik dan nou al, wie ik al bezig was om dat noemen te promoten. Ik denk dat is een enorme skaatshit. Want zulke noemers winnen haast net. Nee. Even, nou, ik ken de Marine, de hel voorbij. Ja, nou, toevallig ik van de kast. Maar ik kan er nou een pen maken, oor het rieden. Ja. Het mooie ervan. Ik denk, nou, dan wie ik altijd zo fanatiek. Ik mag dat nou in de markt zetten, want die winter komt er gewoon. Dat, ik denk, lip me geen. Als dat eerst komt, wil ik lekker rieden. En voor de rest, ik kom net te profileren als sweep van de kast die ik zijn oren het rieden mooi vind. Nee, ik vind het gewoon zelf mooi. Dus ik wil het bij mezelf hoor. Ik wil lekker met mijn maten en met mijn vrouw en met de band het eerst op. Ja. Dus dat is wel verloren. Als wie ik al bezig was met de volgende hit. Ja, hè? Dus als 20 hier te back gears, dan is die platen nou geweest, wie ze verspreken. Ja, zeker. Ja, ja? Ja, een enorme drive om te. Maar ik om te presteren. Te meiden. En om te presteren? Presteren, ja. Ja? Presteren, ja. En dat wordt steeds minder. En dat wordt steeds minder. Ja, dat wordt minder. Ja, wat meer wordt is gewoon genieten, gewoon meer in het nou je wezen en genieten van gewoon van de mooie dingen in het leven. Van net de doel te vier voortzetten en dan maar hinderwerken en vervolgens de hele tijd daar onrustig over wezen. Dat zit gewoon heel erg in me. Dat ik soms 20, 30 dingen tegelijk bezig ben. Ja. Dat eigenlijk, ja, maar dat geen gelok meer. Nee, meer. Nee. Dus dat is. Had ik nou naar deze show van. Doe haast die film maken. De helft van 63. Dat is echt een project, Steven. Hoe ervaar ze iets? Hoe doe ik ze erin? Hoe begin je ermee überhaupt? Nou, het begint met een idee. Altijd. Gewoon van, oh, een filmmaatje over de Elfstedentocht. Oh, welke Elfstedentocht? Nou, die van Trein zegt toch wie natuurlijk de meest enerverende Elfstedentocht die we wonen in mijn beleving. Oh, dan met die daar ook in. Maar geven we dan het verhaal van Reinier Papik vertellen? Nee, ik heb net het verhaal van Reinier Papik vertellen, want dat ken iedereen. Dat vind ik een drama. Nee, die toerie, dus de persoonlijke verhalen vertellen van toerie. Dus dan ontstiert er dan en denk ik, oké, dat is mooi leefs, maar die vier of vijf personages die staan kennenleerst in die daar mooi te mooi zien hebben. Nou, en zou bouw staan aan het verhaal. Nou, dat hoe lees ik dan? In het geval van de helft trui zegt dan maar Sjaan Ummels. Die leeft net meer helaas, scenario's creëren. Hoe kan we hier iets met de winter, hier iets met de Elfstedentocht toch? Ja, nou net meer of minder dan een gemiddelde Nederlander, denk ik. Gewoon, iedereen die wordt altijd wel een beetje opgewonden van dat Rieslight of Elfstedentocht, toch? Dus hij was zeer betrokken. Maar net dat hij zelf zijn idolaat van het skaatsen is, dat, of dat hij de Elfstedentocht zelf rieden woer, zag ik wie het net. Maar goed, ik heb het met hem, hij screwde toen een hele protte voor mij. En toen heb ik met hem dat doorlaan. Ik zeg, goh, zal wij daar een script van meidje? Nou, dat hebben we die in. Toen hebben we gewoon iets betocht. En ben we bij Henk Gemser geweest. En bij J. van den Berg. En bij allerlei mensen die gewoon iets vertellen konden hoe die Elfstedentocht. En die hem dus echt rieden hier in Trein zegt toch. En nou, bouw staan aan een verhaal. En dat verzinst dan. Leest wat en is just wat op internet. En door die verhalen liest hij dan voeden. Maar wist u zelf een reader?
Nee, ik kan net goed rijden. Ik vind het wel hartstikke leuk. En ik zal zeker straks de schaatsen onder binnen, maar daar ben je. Maar net, ik ben net zoals de ei. Door is vol, volle hudder rijden. Een better rijden. Nou ja, dat is natuurlijk. Ik ben als jonkje dat wij natuurlijk ook opgroeid in winters dat het echt prachtig mooie winters weer. Mijn prutte is en sneeuw, vooral hier in Zandag hebben we een peer. Ja. En ik, dan hiek ik nou het geluk dat ik in de Westrein ben. Hè? En daar hier is een hele fanatieke ijsclub. De Wieken, heet dat leuk. En die man, die maken die baan geweldig. Die met gasbranding in zijn bedel en jongens, ze squatten tegen banen. En maar hier is dan eigenlijk... Wieken en Wieken komen we rijden. Hier is eigenlijk net stiekem dan... Een soort Henk Angenent wezen wilt, in plaats van een rockzanger. En voor mij is het een beetje hetzelfde. Oh. Als ik om jeugdbrom denk, dan haak ik in mijn boek schreeuw ik dat van ik heb altijd wel zocht naar iets anders dan normaal. Dus een topsporter worden of een muzikant worden. Waar kwam dat wel dan? Waar kwam dat waar? Dat is toch net... Nou, dat kwam uit het feit dat ik in de Westrein ben. En dat is een heel reet dwarp. Met een hele soort uitzichtloze types. Die daar in die tijd... De tasten van, dat wil ik niet. Het waren fietsen. Nee, ze waren net vol. En wat ze wilden, dat was natuurlijk hartstikke mooi. Maar dat was ze zwart als wat. Dus het waren al je beroepsweewegers. En die zien wat de visje. En een hele soort van die man. En oh ja, joh. Ja, dat is de ene waarde. Ze hadden een prachtig mooie vrijheid is dat. Maar ik word dat net. Ik word daarbij. Ik word het oorste van. Ja. En dan heb ik een Scotse voetballen, of ik voetbal als jeugd. En ik kon redelijk voetballen, maar net goed genoeg voor een profcarrière. Dus, toen heb je dat parkeerd? Dat heb ik pas parkeerd. Op het moment dat zie ik trouwens het eerste. Want zaterdag middags van de Westrein, toen ik 16. En toen ging ik mijn eerste succesvolle optredens. En dat, toen dacht ik van... En met die optredens met voetbal in dan, Jerk aan de kant, Jerk de mensen roepen van, schop hem neer, jongen. Dat soort praat. Ja. En, maar had ik aan het optreden. Als op de bühne stond, dan kreeg je applaus. Stien al die famkes voor mij, die aan het paard plakken. Ja. Ik vond dat prachtig. En ik hoorde dat ik vol met... Dat was net moeilijke keuze. Nee, ik hield dat ik vol met talent voor. Want ik dacht, ik doe eigenlijk nog niks. En ik kreeg al applaus. Nou ja, geweldig. En dan hingen we nog een bandje met jou of vier zangers. En dat ik dan zang, kregen we meer applaus. Ik dacht, nou, dit is, hier heb ik dus meer talent voor dan voor het sporten. Dus ik denk, maar dat sporten heb ik er altijd wel nice die. En dat hut erin, toen ik halve tol weer... Dan gingen we in deze tijd, jongens, gewoon 10 kilometer hut en ik in mijn broerke. Ja, dus dat ja. We gewoon super sport. Vanuit dus geen, ja. Vanuit die van mijn heid, zit gewoon in dus, ja. Bewegen. Ja. Dus toen ben ik daar voor gingen, voor die muziek. Maar het had natuurlijk wel heel lang geworden voordat het wat succesvol weer dat we daar van rondkomen konden. Ja. Ik heb daarnaast al die rode baantjes die in. En nou, je wat ik dan in die corona, deze corona, die ik weer oppakt, ga ik gewoon het... Timmeri. Vind ik echt prachtig mooi. Met de hand bezig wezen. Ja. Bouwen. Ja. Dus je kan gewoon een hele soort kanten op. En waar, in maar dan heb je eigenlijk dus kozen voor, vanaf straks van, nou, dat is de heb ik de meeste kans in om succesvol te wezen, of om een... Nou, werd ik emoties en mijn gedachten in kwijt koor. En dat kon natuurlijk in de muziek volle beter dan in sport. Dat is volle eenzijdiger. Ik ken nou alle gevoelens eigenlijk van mijn aanskrouwen en van mijn aanspielen. Ja. En mijn energie opdwaan in sporten. Dus dat ben wel 12 verschillende werelden, hè, wat dat betreft. Maar kist dan nou ik vond het heel apart om te merken dat in de muzikantenwereld zo weinig sporters zitten. Want ik vind het zo dichtbij maar lezen. Hè. Kijk, ik heb een
voorstelling maken, sport en muziek. Wat gewoon heel, voor mijn gevoel, heel soort raakvlakken gaat. Ja. Maar ik kom er wel achter dat dat mijn beleving is. Ja, dat het is net de gemiddelde beleving van een muzikant maar is. Maar kist dan zeggen dat is goed kozen heeft? Nou, ik ben automatisch deze kant op gegaan. Dat is dat komt organisch. Ja, hier dat energie in wat energie. Ik ga dus meer energie in muziek stutsen dan in sporten. Of zie ik misschien daar ook wel iets in waar ik kent. Want het is ook vaak slimmer giet. Ik zie gek van heel soort sporters die ken ik nou van wielrenners en zo. En dat ben net de beste. Ik ben net eens de beste, maar ik ben wel de meest tactische mensen. Die dat precies op een goede moment meegeven of op een goede moment een goede keuze maken. Intelligentie is ook heel belangrijk in het sporten. Ja. Misschien ik wel in het überhaupt in succesvol wezen van in die werk of in die dingen die is dorst. Handig, of net. Het is net, hè, want vaak. Denk je aan wat verbinden, Chuck Bedijk. Dat kist ik heel goed. Denk je aan wat verbinden en nou ja, wat is talent, hè? Wat is talent? Dat is het eigenlijk. De meesten die denken dat talent het verschil maakt, maar misschien is dat dus ik helemaal net zo. Dat is zeer getalenteerd. Die komt wel. Nee, maar dat is eigenlijk helemaal niet belangrijk. Dus gewoon trots zetten. Dat is het. Het is Jij hoort van hoe heet hij? Brian Adams, die componist, zanger. Ja, geweldig. Geweldige hitscrew. Ja. Misschien maar even een liedje draaien van Brian Adams. Yes, daar komt ie. Found out about you and I.
Het muziek scrollen, componeren, noemen mij. Het is 20% inspiratie, talent en 80% transpiratie. Dat is ik zo. Dat vies toch ik, hè? Dat vind ik zeker, ja. En focus, hè. Gewoon en mijn club trok in. Het is just... Een heel soort bandjes vroegen, nou ik zit nou in dat bandje, ja dat bandje. Maar dan moest eigenlijk bij dezelfde band maar blowen en gewoon terug in. En dan uiteindelijk, dan winst ik nog wel eens een zilveren eier. Zoals wij al ja. 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 Nou ja, maar dat is wel uniek, hè? Dat je gewoon in staat bent om de band bij elkaar te houden, toch? Ik bedoel dat Jost ik aan, nou ja, ik moest er nou van het weekend natuurlijk aan denken, terug de ellende waar Golden Earring dan nou... de ziekte van George Kooijmans met de margin het. Ja, terwijl we toch natuurlijk dat George Kooijmans degene is die het langs overleven zal, want dat die ik mij een van de meest netjes jongens van de Iering. Wat Brian Barry Hay, dat is natuurlijk ja, dat is echt een belichaming van beetje, ja. Ja. Herman Brood, fantastische kerel trouwens, die Barry Hay, heerlijke man. Maar die hier net achter die oude worden zoals als George. Nee, bizar. En hoe zorgt hij dan nou dat zij in staat binnen dan om het onderling ik zo lang vol te houden? Ja, we hebben een soort in het voorprogramma staan. We hebben ook wel een... Maar hij met daar dan ik hoorde. Hij met in de kleedkamer daar dan ik hoorde zo van... Hoe doe je hem dat om de boel bij me? Want het zal ik wel menens verschillen zijn. Hier zo zus en oorza en toch. Ik bedoel, met alle meesken. Nou, als je weer ziet, net bij hun kleedkamer. Oh. Nee, maar hij het erover mijn collega's. Dat bedoel ik. Ja, nou, ja, hij het wel eens hoor. Maar wij zelden met elkaar staan wel aan natuurlijk. Dat gebeurt, maar... Dat waren altijd, de Iering, dat wie natuurlijk, dat wie in de oppergoden van de Nederlandse muziekwereld. Dus toen wij daarmee het voorprogramma mochten, dat wie voor ons wie dat echt fantastisch. En de eerste keer wie in Kalmersweg, nou we waren in de Westrein, dus dat wie 2 kilometer daar vanaf. En toen, dat is enorm met de horen, want... Ik wie Jitje die daar. Wie op 15 juni, wie op Dorpsfeest van Kalmersweg. En fans zien een heel grote taart bezwaren voor mij. Ja. Of voor huis, voor de kast. En wij komen daar en bij het optreden. En we werden echt als stront behandeld door die crew. Want we toen in die tijd, het is nou niet meer samen, maar in die tijd waren dat echt hoen. Want die voorprogramma's die waren totaal niet belangrijk. Nee. Maar wij waren al redelijk populair in de buurt. Dus wij toen kwam ik een hele soort mensen gewoon voor ons, ja, bij het optreden. Ja, ja. En nou, toen kwamen we daar bij die feest en hoor. En zei ze, nou, er is echt een grote taart van je inbracht. Oh, te gek. Maar hij is echt al op. Oh, hij is echt al op. Ja, hier de crew, hier dus die taarten fretten van de Nou, even op zich net heel erg. Maar oké. Maar we toch prima. Dus wat die en wij slopen die kleedkamer van de Golden Earring in. En wij halen net wat bieren. We krijgen dus bieren in de kleedkamer. Ja. Dat slopen wij op. Ja. Denk je dat iemand dat met een glam. En dat waren helemaal, jongen, dat kwam in de kranten van de kast steelt bier en drank van de Golden Earring en de waardeloos. En, ja, dat sloeg natuurlijk helemaal nergens op. Dus dat waren een beetje negatief. En iedereen die loodde natuurlijk de Earring, want dat werd weer de grote band. Dat de helm. Het ziet een beetje oorzien, maar daarna hebben we hele leuke voorprogramma's dingen bij hun. Waaronder... in Koudem in de Klink stieren we dan ook regelmatig en stieren Iering ook. En toen had ik nog een heel gesprek met George Kooijmans. Hoe het dat, leven? Ja, gewoon hoe band was en hoe zij dat de gearwerking van hun band. En dat weet ik heel duidelijk van iedereen hier gewoon zijn eigen belangrijke gedeelte binnen die band. En wat ook belangrijk was, dat de broer van Rinus Gerritsen, dat wie de manager. Dus dat wie ik een familielid. Dus die hadden de boel ik wel goed bij hem. Ja, ja. En dat wie gewoon een goed bedrijf. Ek. Maar dan kiest dus eigenlijk Cezen van, omdat iedereen zijn eigen, voor zijn eigen ding, Cezen maar, zijn eigen verantwoordelijkheid weer draagt. En daar ik, Cezen maar, dat mandaat dan ik het. Ja. Dat dan dat eigenlijk de manier is om het zo lang vol te houden.
Ja, en zijn jeugd waar ik al hier wel de rondte. Iedereen ook nog, daarnaast nog wel andere dingen. Ja, ja. En maar waarom binnen als je... Jongen, als jonge jongens, ze winnen nog steeds die jonge jongens zat ooit begonnen ben. En dat ben wij nou ook weer, steeds maar. Dat, ja, nou ja, Jim ben ik weer bij me kwam. Maar wat, waarom ben je eigenlijk uit me kwam dan als de kast zijnde op een gegeven moment? Ja, een heel lang verhaal. We gingen, voordat we dat succes kregen, gingen we al zien tol wie je mijn waar echt elke tent en gewoon heel prut optreden en keihard werken. Dus ja. ik wie gewoon persoonlijk, ik had verhaal heel vaak verteld, maar ik wie gewoon helemaal op. Ik wie gewoon leeg. Ja. Ik wie gewoon helemaal uit wrong. Maar alles, alle bekendheid en alle promotie en alle platen en alle verhalen en alle intriges en ik moest echt even bijkomen. Dus en ik wil graag. Sorry dat ik die onderbrek zie. Maar dan denk ik dan van ja, hoe stonden die oren jongens er dan in van de band? Probeerden die zeggen toch ik dat door wie is de frontman? Dan moest die kar trekken. Publiciteitsjongen natuurlijk ik altijd. Hier ook dan net genoeg bescherming dan? Dat ze dan toch van ja, met die ik een beetje de wien horen. Hoe werkt dat? Nee, dan? Dat ik net, maar dat weet ik mijn eigen schuld. Want ik. Dan trok ze het naar diezelf ta. Ik trok het al je naar mezelf ta. Dus ik woer ik daar steen als die frontman en alles naar me taal loeken. Dus ik, ja, het weet ik mijn eigen schuld. Ik moest hier het volle meer verdelen, maat, zelf ik. Ik deed denk ik wat de volle van mijn eigen ego. Dat deed ik de volle van mijn eigen ego en dat zei ik letter wel in, dus dan zeur ik wel van ja, ik maak alles wel, maar ik lust het denk ik wel heel erg naar mijn taal. Ja, wil ik alles zelf wel eigen schuld eigenlijk ek. En ik hier nog horen plan. Maar dat zegst ik... toen natuurlijk net zo nee, in die tijd. Maar ik wil ik hoor, ik wil ik wat hoor, ik wil ik moet ik eigenlijk nog grutter, want het jouwt ook energie succes. Dus de kerst, het fret energie, het fret on die, maar het jouwt ook juist weer als de wet tegen ze, oké, daar gaan we weer. Ja. Dan kan het ook weer een enorme boost aan. Ja. Dus ik woon naar Boedelon. Ja. Maar dan woest ik gewoon wat oors. Maar zo, nou hier, we hier in het krijgen en ik word samen de Jerem en Nico dan. Nee, maar we hier in het krijgen woorden hiering. Dus op het moment als er dan rond de jouwst dus aan me kwaar van jongens, tuurlijk. Ik zag het nou bijvoorbeeld ik bij Direct. Die Marcel Veenendaal, die zanger. Die zocht die hey, solo projectjes zal ik het wel, wist wel. Dus ja. Dat is natuurlijk wel een soort afspraak die ze dan maatje van, joh, dan moest gewoon ik lekker die eigen dingen dwaan gingen. Maar dan was het natuurlijk als band ik net vol. Nee, klopt. Ik hier dus toen een burn-out. Maar een burn-out krijg je alleen nog maar als denkst als ergens op een kettinglijst of zo. Ja. Dat is net meer vrij bist. Ja. Zodra is het ook er heel druk, hè? Maar als je het zelf in de hand hebt, die drukte, en als je het zelf bepalen kerst, dan krijg je nooit in je leven een burn-out. Het nee. Is puur dat oren systemen, woorden mensen. Zie je, dat maakt toen net wel, of dat kist toen net wel. Of het maakt zo, of ja. Dat het gevangen ergens in zit. Dan gebeuren dat soort dingen. Dat hie ik heel erg. Ja. Maar toen ik net mijn gevangen zit en die beslissing die van, nou jongens, ik hou er even mee op en we zullen een peer hier wel weer. Dan wil ik wel verder. Maar op dit moment ben ik er even helemaal klaar mee. Liep me maar in. Ja. Dat jullie zoveel rust en adem en energie, toen we gaan mijn burn-out ook al weer kwijt. Ja. Maar hoe? Ja. Maar dat kan enorm. Dat wie voor die misschien zag, dat wie voor die misschien dat gevoel of die waai die stoel gaan moest, maar dat wie misschien voor de oude jongens net zo. Nee, ik heb voor de oude jongens heel goed betekend, heel goed, want die bent toen net een nieuwe kast begonnen. Ja. En het heel logisch. Hoorde zanger erbij. Ja, dat wie hun leven en die ervaren net zoals ik dat ervaarde. Nee. En terug dat die door die al die rugzaken. We konden hier net een dubbeltje, we hadden niks meer verzinnen en allerlei beslag op. Dus die jongens moesten echt verder. Ja, en die gingen tot hem weer verder, dat vind ik heel logisch. Die willen een dure les. Ja, maar wel begrijpelijk dat het zaak hier is. En dat is eigenlijk mijn eigen schuld. Dat is eigenlijk mijn eigen schuld. Heem dat alle keer praat dan? Op een gegeven moment dat Jim dan ik bij me kwam. Dat alle keer. Ja, nou, ik had toen op een gegeven moment zei jongens, ik wil heel graag weer verder. Maar je in ieder geval een groot reunie gezet, want heb ik toen ik die voor 8000 man in het WTC. Wat fantastisch weer. Er moest zo volle praat worden dat we eigenlijk helemaal net praat. Ha. En we hebben. Nee, want we moesten beginnen. We hebben toen zijn van
Peter had toen een frituurpan aangezet met bitterballen en bier. En toen zei hij, nou ja, dit is ik wil maar één ding weten. Gaan we los, we gaan net los. We kunnen oorlogen en we kunnen allemaal praten. En iedereen had het gelijk of geen gelijk. En toen zei hij maar ons, ja, dat doen we. Gaan we verder. Oh, ja. Maar binnen inmiddels 14 jaar verder. Nou, pas ben we echt weer bij en waar heb ik het gevoel. Oh, oké. Okay. Ja. Ja? Ja? Oh, vriezen, hè? Ja, joh, dat wordt lang, hè? Maar goed. Wat lang voor dat. Gewoon, ik voor jou die won, maar ik vier het net. Zo iets? Precies. Ja, ja. Als een olifant, hè? Vergeet het nooit. Maar ja. Dat is een beetje, maar... Nee, dat is gewoon goed. Ja. Ja. Nou ja, het ben ik van die levenslessen, toch? Want ik is wel zezen, toch? Dat er dan wel weer iets van leert, hè, toch? Is het een levensles? Ja, toch? Of net? Tuurlijk. Ik heb een hartstikke soort dankbaar dat ik dat bijmaak. Maar heb je dan ik speed van dingen dan? Dat die sagong binnen of net? Nee. Net echt speed, nee. Het is gewoon gebeurd. En je hebt weer de kans om dat weer op een of andere manier jocht te breiden. En het alle dagen weer oosten doen. En wel op de goede manier. Dus nee, je hebt gewoon een soort... Ik zie het als een levensles inderdaad. Maar geen weet je mijn verder kennen in het leven. En dat je de kans hebt en de mogelijkheid hebt om het nou oosten doen. Dat is heel fijn. En bepaalde dingen doe je hetzelfde. Want dat is eigenlijk nou een keer je kracht. Ja, speed is voor de dommen. Zissen ze wel eens. Speed, ja, hetzelfde. Ja, speed, maar als de speed, dan moet je dat oplossen. Als er ergens iets speed van hast en dan moet je proberen dat op te lossen. Of voor jezelf, of met die oor. Door alle keer natuurlijk stomme dingen. Maar ja, dat maakt toch, dat jet ik bij het leven. Wat is er in de gerust stomme tijd? Oh ja, ik heb van niks speed of zo, denk ik. Want dan hiek ik het net warm op. Maar goed, je hebben wel, hoe neem je dat? Voortschrijdend inzicht. Dat is denk ik van, oh ja, dat de situatie nou zich wegvoort, waar ze dan zoek ik misschien het oors dwaan. Dan wordt een andere keuze, maatje. Maar wist wat ik is? Ik, tenminste, dat vind ik wel. Omdat het die situatie savie en je hebt de dingen die je dan graag waarmoeien op dat moment. Maar de meesken en weet ik veel. Maar de partijen werden toen mooi koeën. Dan moet je er eigenlijk ik wel weer iets van dankbaar voor wezen of zo. Dat ontstaan is of zo. Maar dan ben ik wel, ik heb wel een lijstje van bedrijven en meesken en zo. Daar zoek ik nog net zo snel weer iets mooi dwan. En dat meesje zei van, goh, was mijn zus of die, dan denk ik, die beurt liet ik aan me voorbij gaan. Maar dat had een maatje mooi, gewoon de ervaringen die staan daar mooi kriegen hersten zonder in detail van wie het dan binnen. Maar het is meer dat... Ja, maar dan is er wel heel wat gebeurd. Want wat maakt het... Het leven maakt het wel een beetje cynisch of een beetje wantrouwerig, zo van, omdat je dan te vaak verneukt bent of zo. Ja, dat vind ik juist net. Je weet gewoon... Je leert gewoon meer in het leven. Wij trouwens dat je... Die fout net met mij te stellen, maar ik neem net... Ik ben even stinkje wet, dacht ik. Ja, ik... Ik reken net in daar op A. Nee? Nee. Nee, want ik denk dat het gewoon heel erg bij al die dingen die misgegaan zijn, ja, dat is toch in eigen schuld een beetje. Hé, maar door hast toch ik wel een lijstje van dat denk van, oh, maar die ging net meer iets doen. Dat klopt. Dat klopt, die hakbal, maar het is net, dat is... Een zwart boekje. Omdat ik er gewoon geen zin in had. Nee. En dat misgingen is, ja, dat is ik mijn eigen... Dat is ik vooral mijn eigen inbreng daarin geweest. Wat misgingen is bij zo'n mensen dat die verkeerde intenties zien, ja, die gewoon toch zelf trots in maken. Dat zou me niet altijd meer gebeuren. Dus eigenlijk is dat nee, is dat zo?
Dat ja. Gebeurt het hier dat net neer? Maar dat mensen moedwillig gebruik van de meisje willen, is dat... Ah, ja, ziet, wij zijn toch echt heel naïeve meesken. Ja, maar dat is toch hun probleem, Steven? Dat is dan net uw probleem? Dat is toch hun probleem? Ik vind het helemaal... Die mensen die mij broekt hebben, wat voor manier... Dat is echt hun probleem. Ik wil er niks meer met wan. Nee. Maar het is hun gevoel. Ik heb er gewoon... En nooit dat dan gremietig wist of zo? Van, op nee, bepaalde momenten? Ik vind of als iemand zin komt, dat stinkt. Ik denk, jammer jongen, dat is de Famke, de Sain was eerst. Jammer voor die. Jammer voor die, denk ik ja, dan. Ja. Ja. Oh, dat kist er echt boven stingen. Ik weet dat ik de bovenste boven nou ja, maar het wil de kracht. Hij heeft dan wel de kracht om dus dat... Nou, ik trouw wel van waarom als ze die keuzes maken. Hij heeft, ja, dat is gewoon... Ja, dat is heel jammer voor die. Dat is die keuze daarom maken. Of voor het geld, of voor dit, of voor dat. Voor de aandacht, of weet ik veel wat. Ja. Heel sneu voor die. Ik denk dat je toch gewoon vierde bent dan in je leven dan ik. Ik ben hekker krijgt nog wel van die... Nou jong. Nee, ik ben ouder dan Stoop is. Nee, maar echt de jong. Ja, ik heet de jong, maar dat is wat anders. Nee, maar het is wel... Ik heb echt een wolf van die momenten. Dan word ik echt wel heel erg link, ik. Dan denk ik, oh... Ja, dan word ik echt gewoon lelijk. Maar ik snap soms... Ik word gewoon lelijk. Maar ik snap soms gewoon dat mensen denken... Oh, daar komt Steven aan. Oh, die wil een film met mij. Oh, dan gaan we nou daar eens even. Oh, dan kon ik nou een hele soort profijt van haar. Van Steven. Die zul ik eens even... Al net ze moet willen van die zul ik eens even broeken. Maar mensen zeggen echt kansen dan. En mensen dan keuzes die soms voor die minder goed uitpakken. Ja. Dus ja, kerst het hun oor, kerst het nee, maar echt dat mensen die streken leveren. Of gewoon oud, werk gewoon ik slecht zinken in. Is gewoon als het iets oud praatste of zo. Een man, een woord. En vervolgens stelt dat niks voor. Zo. Ik ging gewoon slecht zin. Gewoon, hoe gaan we het dwaan? Nou, we gaan het zat dwaan. Wist wel? Nou, en dan praat een oude. Het kind bij mij, ik zit altijd, het kind bij mij op een bierveeltje. En dan gaan we het zat dwaan. Maar dan moest hij daar wel aan horen of zo. Nou, dat is echt kloter dat je toen aan de wereld zit. Natuurlijk, want... Dat is inderdaad, wil jij het zien, ik wil wel van nieuwe dingen doen, maar ik wil wel helemaal zelf hoe zin kennen en hier haar. Maar dat vaak, kan gewoon net. Nee, in dat kan heel vaak net. Met zulke budgetten en zo. Dat kan dat net. Kan dat gewoon net. En dat is onmogelijk. Gewoon heel lastig. Dan kan je het heel moeilijk dan zuiver houden. Dat het om zulke afspraken gaat. En dan doet het bijvoorbeeld mijn bepaalde uitgever. En vervolgens komt er weer een oren. Baas boven te zitten en een kerst even voor een wonder. Ja. Of het vervalt helemaal. Ja. Dat is gewoon balen. Ja. Ja. Je kiest helemaal op nij beginnen en dan is alles wat het praten heeft, dat telt net meer. Zoiets. Nou, dat vind ik maar dan had je wel een bepaalde zelfstandigheid nou verworven, traderen. Hè? En dat is die zelf redden, kerst. Ja, ik heb mezelf hartstikke goed redden. Dus daar leidt het net aan. Daar zit ik net de frustratie. Maar zo, ja, nou, dat herstel ik. Wij denken toch, wij binnen meesken die altijd weer. Vooruit zorgen naar het volgende. Dus de worst... Meestal zeggen ze altijd van... Oh, wat heeft een protte films... En wat, de meest productieve van Nederland... Hast en wist wel dat soort dingen. Nou, en dat zo viel ik dat totaal net. Want ik denk... Oh, je volle meer dwaankind. Dat iedereen gewoon nou even iets meer... eventjes iets meer dienen hier... Of gewoon iets meer... De schouders eronder zetten hier. Of dan hier we gewoon nog volle meer meisje kind. Dat wie gewoon hartstikke leuk geweest. En het ben, nou ja, dat, dus ik viel dat helemaal net zo. Ik heb gewoon iedereen zijn uitspraken naar kwam hier. Giet nou zo volle energie en tiert in zitten in flauwe kul eromheen. Terwijl ik denk, nee. Met gewoon leuke dingen, mooie dingen proberen te maaien. Maar dan komt weer een andere vraag in de Holland. Toen we daar kennen leren, dat we ten begin jaren 90, eind jaren 80, begin jaren 90, zo'n 30 jaar geleden. Toen maakten ze de film The Golden Sweeper. Dat is wel, ja, dat is ongeveer 24 jaar geleden. Jochentje, via oude 90 draait volgens mij. Die is dat mij. Hoe stierf er oorzien dan nou in dat verhaal van een meisje van een film, van een droom naar jij? Nou, is het nou meer een commercieel iets worden of wat is het nou? Nee, maar dat totaal net zelfs.
Omdat ik denk dat het dat mijn kist alleen nog maar een verhaal vertellen. Hè? Want een sasjoggeke filmmaatje is een verhaaltje vertellen. Iedere keer is het een grutter verhaaltje, maar een grutter budget was nodig. Hester, zoals bijvoorbeeld De Hel of Bonte Koe of zo. Dan moest de wereld worden. Dan heeft mij een oor met oors uitvoerd worden. Maar dat ik heb, of het matje de voeken, hebben in 13 dagen maken gewoon alle hier in de provincie gewoon leads. Mijn PM-meesken, mijn crew, ik dacht, zie je 12 meesken. Nou, ik krijg ze volle lol van, misschien nog wel meer dan van het grutten. En eigenlijk is er niks verloren. Nee, was gewoon een verhaaltje vertellen. Maar een verhaaltje, dit is een heel belangrijk ding voor mij. Dit is toch net een verhaaltje. Ja, nou. Ik moet er iets mee vertellen of zo. Dat is natuurlijk toch wat. Er komt een broodje aan. Dat is lekker. Ja. Maar dat is het belangrijkste. Moet voor jezelf gewoon. Een filmmaatje kost het een periode van je leven. Dat heel gewoon zo. In tiert. Dan heeft het normaal wel 160 worden, want de volle film heeft al wel net maken. Nou, bioscoopfilms, maar een stuk of 50 zegt je. Zo'n hoop. Ja, dat vindt iedereen een hoop, maar ik heb wel 30 maatjes kind natuurlijk. Ik heb wel elke keer kist natuurlijk iets. Is er energie van een film meisje? Nou, altijd maar de juiste meisken is. Wat maar de goede meisken is. Wat ik daar om in heb, dan word ik er vrolijk van en dan krijg ik positieve energie van. Maar er ben natuurlijk ook een hele protte meisken die zorgen, die zoeg je die leeg. Dus die jouwe die geen energie, maar die zoeg je die leeg. Ja, en als het te vol van om die heen heeft, dan wist maar nog heeft wel, ik heb nou de laatste film mij die af tenminste in dat project zitten vanaf een grote pier, werd ik ook een Lisa Roos in spelen. En een chameleon. Zien. Ja, maar dan zorg ik daar wel, maar mijn groep meisken om daar heen, die wist wel heel erg. Heb ik het gevoel dat wel een goede ploeg is. En wat ik heel grappig vind, is dat ik wel duidelijk de baas bist, zonder dat je de baas bist. Dat vind ik wel knap. Ja, maar denk ik net op nou. Ik doe het op mijn eigen manier. Ja. En ik zei net dat het de manier is, maar ik probeer meestal wel. Omdat ze een film net in de nientje maken, probeer ik meesken te verzamelen om me heen. Die, nou ja, wekker krek hoor hier, dat verhaaltje of dat verhaal, dat wil ik graag vertellen. Dat lees ik u aan de voorkant van voordat we beginnen. En dan hoop ik dat iedereen daar iets aan bijdragen kan. Iets toevoegen kan aan dat bouwen van die film of dat verhaal. Was dan graag vertellen worst. Nou, en onderhand heeft natuurlijk wel een aantal mensen waarvan als wist hoe die in de wedstrijd steen, dus die heeft er dan ik graag bij. Dat hoeven we helemaal net de allerbeste te wezen van Nederland. Maar dat giet ik om hè, de onderlinge verstandhouding en de energie die is me qua jaankisten. Daar heeft het aan mij te maken zien. Ja. En het vind ik, zeker in het maatje van de film, vind ik dat het net altijd voor hetzelfde game is. Dus er wel altijd wel een aantal acteurs bij mij weer omkomen. Maar ik probeer ik altijd weer een aantal mensen dat ik denk, oh, die vind ik dan ergens zoen. Dan denk ik, oh, die wil ik eens vreden voor iets. Zodat ik weer. Nou ja, zowel voor als achter de camera, als ik alle keer weer meesken, weer jongbloed erbij krijg, dan worden meesten. Maar het is ook heel duidelijk van als het zit, zoals met die meesten, dan gebeurt dat. Want dan was net in je niet, toen was het echt helemaal in eigen paard. Daarin, qua talent scouting. Nou ja, de het op een bepaalde manier. En er is Ian, de mut toch Ian de kapitein op het skip wezen. Net omdat hij alles wiet. Maar omdat het komt wel uit mezelf dat ik denk, dat verhaal wil ik vertellen. Of, wist wel? Dus, en de begist, eigenlijk begist natuurlijk toch helemaal alleen nog. Omdat je kiest voor iets, ja. Om iets te maken. Want dan ben ik heel erg nauw betrokken bij het script altijd. Ja, ik schreeuw altijd mooi. En hoe belangrijk is dat in het script vandaag? Ja, hoeveel procent is dat? Maar dat is ik wisselend, want ik goede dialogen schreeuwen ken ik net, vind ik zelf. Dus ik heb altijd een schreeuwer die dat goed kent, heb ik naast mij nodig. Maar structuur en situaties van scènes of van wat wordt vertellen met een scène, dat probeer ik wel zo volle mogelijk te bepalen.
En dan kun je natuurlijk elke dag kist van elke film die Sjost of elke serie die Sjost kist leren. Dus Sjost elke dag kist je hoe dingen motten en hoe dingen net motten. In mijn optiek dan, hè? Want wat is het? Het is in een kunstvorm te werken dat er net een, zeg ik altijd, er is net een, dat is goed, dat is slecht. Of dat is, hè? Dat is mijn plaat, mijn muziek, of mijn schilderij, of wat dan ik. Het hier vindt prachtig, hoor vindt niks. Dus de kist net een waardeoordeel aan verbinden, vind ik. Want maar, de ien shot, dat kist nooit bepalen voor een oor. Dus, maar, dus dat must, vind ik altijd wel weer relativeren. Maar ja, omdat ik dan die filmmaatje wil, of dat verhaal vertellen wil, ja, maak eens die keuzes. En dan kist natuurlijk 100.000 verschillende keuzes, maatje. Wat is die grootste droom van een project, van het volgende project? Wat was nog, maatje? Maar je steen wil toch tredje scripts of zo. Je hebt een hele stapel ideeën. Dat is helemaal een kap daarvan. Ja, ik gek van mezelf. Maar sure, dat is, kom je morgen weer, dan is er misschien weer een ideetje bij. Hè? Dat giet ik altijd maar terug. Toch wat gewoon nooit op. Maar dat mat ik net. Maar ik ben meer gefrustreerd van wat ik net maken heb dan wat ik wil maken heb. Dat is wel. Want ik zoek gewoon volle meer matje willen, eigenlijk. Ja, king het aan, maar dat lukt net. Omdat het altijd mijn budget en financiering te maken heeft. Ja. Wat dat betreft, ik word jaloers op een scroller. Je pakt een stuk papier en een pen en je schreeuwt op. Maar ja. Maar volgens mij hebben we nog meer dan een uur geluld, hè? Ja, maar hoe is de winter? Het thema is winter. Maar oh, we zullen dus weer hoe de winter hebben, hè? Dat doen we dan een andere keer. Oké. <Okay. laughs> We gaan gewoon terug. Hey, dit weer de eerste aflevering van onze podcast. Zeker, hey. De podcast. Hey, elke week, hè? Wekelijks, hè? Wacht even. Om de twee weken. Oké, om en om. Hey, en hoe nemen we... Zal wij iets van Matties of zo? Hier wat ik hoor horen. Hoe nemen wij onze podcast dan? Je hebt een titel. Matties, dat vind ik wel een beetje heel populair. Oh, okay. Matties! Ja, maten. Twee maten. Maten. Meten met twee maten. Nou ja, we vinden het er wel een naai. Vind ik leuk. Oké. Okay. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Zwaar en avontuurlijk was de reis. Als leeuwen gingen wij over het ijs. We gleden alle steden tegemoet. Een oergevoel stroomde door ons bloed. En toen op die dag, toen alles leek te kloppen. Toen op die dag, was niemand meer te stoppen. Ik op de weg, ik in het om, dan vlinden we voort in de Iermond. Fezen werd de roer. Ik op de weg, ik in de ton. Dan vlinden we voort in de Iermond. De brand in mij een vuur voor het Friese land. Stevig door, maar de woorden.